De hectiek van de politiek is voorbij. Jacques Monas is waarom bij zijn oude leefde, de kunst. Maar een galerie in Amsterdam en hier in Brussel. Ik hou van kunst. Ik ben altijd iemand die al van jongs af aan naar theater ging. Toen ik daar kwam wonen, raakte ik gefascineerd door de schilderkunst. Ook een beetje de gespannen verhouding tussen staat en kunst. En daarnaast kan je er ook in handelen. Ik heb ondernemersbloed van huis uit. Dus die combinatie om met kunst bezig te zijn, op zoek te gaan naar mooie schilderijen, dus een beetje op jacht naar de schat, die drie dingen komen heel mooi samen in het galerieleven. Maar ik de politiek wie zien leefde. 40 jaar lid van de PvdA en sociaaldemocraat in Ieren en Sienen. Wat ik mis is dat je vanuit de politiek mee kan doen aan de grote debatten. En proberen, omdat het natuurlijk onderdeel was van een grote partij, en nog altijd in hart en nieren een sociaaldemocraat bent, dat je niet meer vanuit zeg maar, die positie kan meediscussiëren over immigratie of over hoe we met elkaar omgaan. Ik mis niet al die vergaderingen die je elke dag hebt en met je stukken ergens naartoe en waar je in een paar minuten snel iets moet doen. Dat mis ik niet. Het is niet dat ik nou de geur van de wandelgangen mis. De Partij van de Arbeid zal altijd wel in mijn bloed zitten. En ik ken ook gewoon heel veel mensen en ik heb lokaal hier in Zuidwest-Friesland bij de herindelingsverkiezingen ook op Stella van Gent, op de Partij van de Arbeid, gestemd. Alleen ja, de landelijke koers vind ik nog steeds en vond ik zeker de afgelopen jaren is een koers waar ik als sociaaldemocraat, want zo zie ik mezelf echt, me gewoon niet meer in kon herkennen. Ik vind een Partij van de Arbeid moet trouw zijn aan zichzelf, moet respect tonen aan zichzelf. En ze gaat nu een kant op die ik niet langer kan dragen, omdat ik vind... Het opstappen bij de Partij van de Arbeid ging op een huddewiezen. Monas kleste met de partij. Waarom zend op dat proces, wie het misschien te gauw? Ik had misschien achteraf, als je erop terugkijkt, toch dat debat moeten aangaan met Asscher en Samson. Dat, zeker als je ziet hoe slecht het gaat met de sociaaldemocratie. Ik denk dat dat ook alleen maar goed was geweest voor links. Dat mensen hadden gezien dat er ook sociaaldemocraten zijn die anders over immigratie denken. Die wel werk willen maken van een Europa wat heel erg gericht is op de grote bedrijven. Dus ik denk dat daar wel, dat debat had ik op zich wel vol vuur willen doen. Zorg voor een doorbraak in de politiek. 15 maart, lijst 15, Nieuwe Wegen. Hij zette zijn eigen Nieuwe Wegen op. Die nieuwe partij waard geen succes. Gebrek aan tijd en geld. Ik wist al vrij vroeg in januari, dat is een paar maanden voor de uiteindelijke verkiezingen, van dat het ontzettend moeilijk zou gaan worden. Omdat je zag dat mediabelangstelling wegzakte. Je zag dat de tijd werd steeds meer een factor die tegen ons speelde. Je moet natuurlijk snel een verkiezingsprogramma gaan maken. En dat moet goed en degelijk. Dus uiteindelijk kom je toch te laat aan de start om een kans op een goed resultaat te maken. En nou dus de kunst en een consultancybureau. Maar morgen kan het zomaar wat oors wijzen. Mij is het niet zo van geluk of ongeluk zit daar voor mij helemaal niet in. Als je me morgen zegt van Sjaak, je wordt de havenmeester hier in Sneek. Lijkt me ook een hartstikke leuke functie namelijk. Dan ga ik dat met ontzettend veel passie en vuur doen. Zo zit ik in elkaar. En als ik dat niet zou voelen, dan ga ik weg. Dan ga ik iets anders doen. Maar je weet bij mij, als je mij ergens op inzet, dan krijg je me ook voor de volle 100%.